Dat kraakt. Nee, dat kraakt, dat weet ik. Ga maar niet doen. En we kunnen ook even onszelf gaan filmen zo. Joehoe! Steve kijkt niet zo chagrijnig. Ik kijk niet chagrijnig. Hij heeft geen andere forum, ja. Nee. Een beetje cultuur bijbrengen hier zo. Wat jullie ons hebben misdaan in de Tweede Wereldoorlog. Ja, omdat wij het kunnen. Ja, jullie kunnen het. Nee, maar dit is een heel mooi gebied, Steve. Nou is René even aan het plassen. Ja, plassen. Ah, waar is de bos? Hier zie je al de eerste steinen van de Tweede Wereldoorlog. Het is weer de Wereldoorlog. En als het goed is, daar zo. Dit is niet goed. Hij kraakt op het moment dat we dan. Zit hier die schroef te vast? Oké. Okay. Kijk, hier staat hij. Inderdaad. De munitiebunker. We kijken hoeveel munitie we kunnen vinden. Ben je bang om in te breken? Nee, je komt er niet in. Daar zit die deur zit op slot. Al zolang als dat ik het weet. En ga je nou zeggen dat je open is? Er zit geen slot voor de deur. Oké. Okay. Kijk eens. Maar hoe is de deur dan vast? Ik weet als kind zijnde dat ik hier niet in kan. Oh, ze hebben hem dichtgelast. Zie je? Ah, kut sorry. Zo. Je bent in beeld, hè? Ja. Doe het op z'n Duits. Interessant. Ah, fortse zooi. Zo moet je het zeggen dan. Fortse zooi. Maar dit is dus een oude munitiebunker. Met een muurdikte van 2 meter. Ja, daar gaat geen bom door, daar gaat geen bom doorheen. Ook geen atoombom. Ja, voorbij. Nou, René. Hello. Voor de achtergebleven. 1 Duitse munitiebunker. Maar dan is in Assendelft heb je een leuke museum, daar kan je tenminste in. Ja, maar dit is veel leuker. Nou zitten we echt in de natuur. We hebben een accomplex moeten meenemen. Weet je waarom ze dit doen, jongens? Ja, om de boel te bluffen. Nee, voor vleermuizen. Ja. Dus echt voor vleermuizen is dat gemaakt. Nou, als we nou... want dit is de munitiebunker. En als we hier rechtdoor lopen... Dan heb je daar beneden heb je ergens de seksbunker. En de seksbunker, ja, die noemden we zo als kind zijnde. Weet je waarom? Daar lag een matras in en op de muur waren allemaal naakte vrouwen geschilderd. Door de Duitsers. Ja, dat was grappig. Vrouwen. Wie? Bel ik jou? Zit ik? Oh ja, verdomd. Dat is raar. Daarom is je telefoon dus zo snel leeg, omdat hij dus op een of andere manier bezig is. Nee, hey, maar De zondag, jongen, corona. Ja, weet je wat dit kan zijn? Dat heb je op de foto's laten zien. Dit gebied is zwaar gebombardeerd. Ja, dat is gratis. Ze gooiden wel eens van die hele grote bommen neer om dat soort bunkers, waar we net langs lopen, kapot te krijgen. En dan krijg je dus dit soort gaten. En toch, toch staan ze nog. Ja, maar het bombardement in die tijd was niet erg precies. Maar het loopt hier nog verder. Als kind zijnde heb ik hier toch veel gespeeld. Ik denk aan jou bij elke stap. In de
verte blijft de transit staan. Ik kom nooit meer van je los. Ik zie de Caltex in de nevel. Olievlekken op de Maas. Ik loop wel door, maar ik kan nergens heen. Het regent nog steeds en ik voel me zo alleen. Nu ik je nooit meer zie. Kom maar. Ja. Ik ga jullie iets laten zien. Dat is eigenlijk een hele bijzondere plek, omdat heel weinig mensen daar komen. Ja, Eikel. Je soortgenoten liggen hier. Oh ja. Eikeltjes. Klootkop. Hier staat dus ergens een hele grote muur. En daar staan bunkers bij. Dan moet ik alleen even kijken. Op mijn telefoon, want het is heel moeilijk te vinden. Waar we zitten. Staat hij nou weer aan? Nee. En dan ga ik naar... even kijken, ik zet die even uit. Want die... Nou, René die is onze fotograaf vandaag. Ah, ben je weer aan het filmen? Ja. Heerlijk zo'n dagje, jongens. Ja, ik vind het echt hartstikke leuk. Maar laat maar dat foto van mij zien wat je gemaakt hebt. Heb jij een foto van hem gemaakt? Ja, op de stand. Of afstand, zo. Dat is geen afstand, hoor, vriend. Wat denk ik het nou ook weer? Verwachten. Verwacht u. Ja, dat is een mooie. Mooi, ik zet hem er ook even op hoor. Dat hij lacht dus. Hij lacht helemaal. Hij is godverdomme, je bent nog een knappe gozer ook man. Hé, hey, je bent nog een knappe jongen. Je lacht zomaar. Nee, maar voor mij is dit... Er komen nu heel veel herinneringen naar boven, hè, bij mij. Mooi, als je als kind zijnde hier 10 jaar speelt, yeah, en je komt dan na zoveel jaar weer terug, yeah, en dat je dan eigenlijk alles nog wel weet waar de bunkers zijn. Ja, die je op moet zoeken via Google. Ja, nee, dat komt omdat ik weet je dat ik een keer ongelooflijk verdwaald ben in deze duinen. Ja, toen liep ik. Je moet die camera meer omdraaien, je moet meer omspullen. Toen, oké, okay, nou. Dan hebben wij dubbele camera. Ja. Ik hoor net dat Steve die gaat livestreamen. Dan zullen er wel een heleboel jonge meisjes kijken. Dus wij moeten onze buik inhouden. Nou, een beetje. Ja, als je maar niet zo gek is, dan doe ik in het andere bos. Want dan ben je skippiebal. Doei! Skippiebal. Oh ja, dat ga ik niet doen. Nee, doe je dat niet? Dat ga ik niet doen. Doei! Hey jongens, ik denk wel dat we hier een beetje door die bebossing heen moeten. Want... Kijk anders nog als... Ik kijk even nog een keer op mijn telefoon. Want... Ik heb hem ook al aan livestreamen, maar niemand kijkt er, dus ja. We zijn er bijna. We zijn er bijna. Kijk. Een enorme paddenstoel. Een mooie paddenstoel. Prachtig. Kijk, hier staat er ook nog eentje. Dit is weer een hele andere serie. Achter, zo joh. Achter hier staat er ook eentje hier aan. Oh ja. Kijk, een bramen. Ja. Mooi hoor.
niet vis getrapt hebt, vriend. Nee, maar... Dat is poep van Schotse hooglanders. Dat kan ik zien. Dat zijn koeienvlaaien. Nou! Hier zo. Wacht, ik moet een thumbnail nog met jullie maken. Een thumbnail maken. Een thumbnail. Erik, kom maar even hier. Even een thumbnail maken. Even een thumbnail maken. Thumbnail. Thumbnail. Moet je thumbnails maken. Zo, dan zijn we tenminste... Nou, hier komen we de eerste tegen. Zo, ik ben leuk. Al in 1940 zijn ze begonnen met het bouwen van bunkers in Hermuiden. Er staan er in totaal, let op, 1300 staan er in dit gebied. De meeste hebben ze tot ontploffing gebracht. Niet 1300 in heel Nederland. Nee, 1300 alleen al in dit gebied. De Duitsers die dachten dat Hermuiden aangevallen zou worden. Hey, jongens, dat is trouwens Erik van Dorp en René. Ik ben René. Ja, en dat is Erik. Ja. Zo, hallo. Ben je in Duitsland of in Nederland aan het luisteren? Ja, ik heb op twee talen. Duits en Nederlands. Ach zo. Nee, Steve noemt mij ook wel eens Erik. Dus als jij Erik tegen mij zegt, bedoelt hij jou of Erik niet? Kijk, daar staat die muur die ik bedoel. Oh ja, daar. Daar ging ik als kind zijn, dan liepen we daar helemaal zo langs. Hey jongens, houd maar even de camera. Ik wil in de bunker kijken. Klim maar in kijken. Oké. Dan ga ik maar kijken wat ik kan vinden. Je moet hem hoogkant houden. Nee, je gaat toch erin, dan moet ik toch hier dat gat pakken. Ja, ik pak hem dan weer. Als ik binnen ben. Stom, ik had een zaklamp mee. Nee, klim eens die vraag. Want die ligt in de auto. Gaat zomaar ergens naar binnen. Maar moet er dan geen licht op je camera? Nee, het kan. Volgens mij hebben ze daar gepoept. Dan zijn er ook poepvliegjes. Donker gat. Ja, maar hem gaaf. Ik hoop dat zijn geen spinnen. Nou, die zijn er wel, hè? Nou, ik hoop, ik zie ze niet. De Europese tarantula zit er. Kom op, Steve, je kan en, kijk, daar gaat hij, hoor. De Noord-Hollandse strotvlieger. Nou, hier kennen we wel van hem af, weet je wel. We kunnen hem nou dichtmaken. Ja, we kunnen hem nou dichtmaken, die bunker. Zo. Een zaklampje aanmaken. Oh. Zo. Daar is een heel grote ijzerdeur. Is die dicht? Kijk eens wat er bij jouw voet zat een kikker. Daar, onder die steen zit hij nu, bij de muur. Maar ik zag daar een kikker. Hij is al weg, hoor. Maar een grote stalen deur. Ja, dat klopt wel. Dit is een heel... Wat ze hier gedaan hebben, is zeg maar een hele muur gebouwd. Tankvallen en moerassen, waar tanks vastliepen. Om dat gedeelte van de Muiden helemaal te beschermen. Ik moet helaas weer naar boven, anders ben ik die verbinding kwijt. Ja, maar hij is ook niet heel groot. Wieder hergesteld. Nee, dit is een plek waar ze een machinegeweer hadden staan. Do this live. Kijk, skaartje, ja? Ja, mooi. Hier heb je ook nog de haken, waar ze de camouflagenetten aan vastmaakten. Zie je? Oh ja. Allemaal haken en daar werden de camouflagenetten nog overheen getrokken. En dit is interessant, want als we die muur, eigenlijk moeten we die kant op, maar we gaan eerst nog even die kant op, want ik ga jullie daar wat laten zien. Daar is de grote ingang. Oh ja, dat weten jullie ook niet. Het is het enige gebied in Nederland waar de wijnslak voorkomt uit Frankrijk. Hoe die hier gekomen is, weten we niet. Ja, uit Duitsland. Dat is een Duitse snack. Maar kijk. Dit is een Franse wijnslak, die kun je dus gewoon eten als een escargot. Escargot. Ja, dit is de escargot. Escargot. Zo. En die is op een of andere manier in dit gebied terechtgekomen. En je vindt ze bijna nergens anders in Nederland. Oh, oké. Gaan wij niet gaan naar een andere? Nee, dat is goed. Ja, goed uit, man. Ja. Stump is klopt.
Ik heb een korte broek aan. Ik zit. Oh. Ja, dan moet je even voor die uitkijken. Ja. Brandnetels. Brandnetels moet je uitkijken. Ja, Erik gaat natuurlijk jou die extra pak. Daar is je deur, daar denk ik. Ja, daar is. Nou, dit is lang geleden, zeg, dat ik hier geweest ben. Ik ben er nog eens een keer met mijn zoon geweest, dat wel. Maar kijk. En nou ben je er met je matties? Ja, nou ben ik er met mijn matties. Matties. Matties is vrienden. Kijk.